2001 RT 2001 over. 2001. Kunt u gaan naar de Willemstraat, huis nummer 4. Daar is een medische noodsituatie aan de gang en de ambulance komt de woning niet binnen. U heeft toestemming over. Begrepen, we gaan de kant op. Hoi. Hoi hoi. Op dit moment zit meneer mogelijk in de badkamer. De centralist van de meldkamer zit in gesprek met hem. Valt soms weg. Op dit moment moeten wij naar binnen. De deur is op slot. Meneer kan zelf het zonnig nu opstaan. Oké. Dus daarom heb jij even je opgeroepen. Ja. Kun je dus er nog een mogelijkheid is om de deur in te beuken in verband met wel enige spoed, zeg maar? Oké, ja, ik zal even kijken. Moet hij direct of kan ik nog kijken naar andere mogelijkheden? Ik kan nog wel even snel kijken, maar het duurt niet langer dan 5 minuten alsjeblieft. Oké, sick. Heb je wat gevonden? Ja, hier staat een raam open. De achterdeuren zijn dicht. Ik denk dat ik eens ga proberen om daar op te komen. Ik denk dat ik mijn busje ga gebruiken. Ja, ik pak je bus maar, dan heb je die ervoor. Ik kan nog een beetje. Stop maar eens.
Beetje lenigheid op de vroege ochtend. Ja. Ja, goed. Ja, top. Ik ga de voordeur openen. Ja, Goedendag meneer. Politie, kunt u mij horen? Meneer, ik ga de deur openmaken voor de ambulance. Ze zijn bij u. Oké. Zo. Kijk eens. Dankjewel. Hij ligt bovenaan de trap. Boven de trap op. En dan rechtdoor lopen. Badkamer is nog enigszins aanspreekbaar, niet meer heel erg. Ik kom zo bij jullie. Gewoon een scooper run, slaan ze samen ook weg. Ja, is goed. Frank, ga alvast maar naar boven, ik blijf even bij meneer. Maak je maar vast gereed voor het transport. Ga even met de... Kan ik iemand van jullie helpen? Ja, als jij even de Frank mee naar boven wilt tillen. Ja, zeker. Want ik denk niet dat we die bocht kunnen pakken. Misschien is het wel even met z'n drieën. Ja, we kijken wel. Ja, lijn is heel zwaar. Kijk, kom maar even mee. Ik hou de deur even open. Ja, dankjewel. En meneer heeft mogelijk een TIA gehad, dus mijn collega nu aan het onderzoeken. Oké. Okay. Heb je de brancard? Dank je. Meneer erop leggen. Ja, top. Meneer, we gaan even meenemen naar het ziekenhuis. Daar wordt u verder onderzocht. Op het moment enigszins stabiel. Leuk op zich geval. Loopt u? Kunt u zelfstandig lopen? Nee. Nee? Oké, okay, dan gaan we weer op de 1K leggen. Dat heb ik al voor de zekerheid meegenomen, want ik dacht het al. Oké, kom maar mee. Vastgemaakt aan de zijkanten. Jo, hij is helemaal open. Pizza gaan? Ja. Wil jij alsjeblieft het huis willen afsluiten en dan moet je even het raampje boven dichten? Ja, ik ga even kijken. Ja, dankjewel. Ik blijf wel naast hem zitten. Ja. Wij gaan er vandoor. Ja, is goed. Hier heb je de sleutel van meneer dat hij nog in zijn rugzak zitten. Ja, zeg maar tot hij boven helemaal geen raam meer erin heeft zitten. Dus die kan ik ook niet dicht doen. Slagen. Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ik heb niks gedaan in ieder geval, maar er zit geen raam meer in. Oké, okay, dus... dan is het niet er. Ja, dan laat het maar zo. Ja. Wij gaan met het einde vandoor. En hier heb je de sleutel, dat kunnen ook al zijn. Sluit maar af en dan breng je hem maar even naar ons of naar de plek. Ja, hier heb je hem alweer. Oh ja, oké. Okay. Top. Dankjewel. Alsjeblieft. Yo, succes. Maar ja, zou je de hele tijd de bus wat naar vooruit rijden, dan kan ik daar terugstoten.